Hoi, ik ben Mingfan. Ik ga vandaag een fjonghai met varkensvlees maken. Halen. Niet halen, maken. Ik ga maken. Zo, wat we nodig hebben voor... Wat we nodig hebben voor fjonghai, dat is heel makkelijk. Hoeft niet zoveel. Ei. Voor één persoon. 5 ei is meer dan genoeg. Misschien te veel. Mix van bamboe en wortel. Ja, sliertjes. En prei, champignons en varkensvlees. Dat was het. En natuurlijk heb je ook nog fjonghai saus nodig. Ik ben een beetje lui deze keer. Ik heb die saus gewoon bij mijn broer gehaald. Dus je kan gewoon saus bij een restaurant binnen gaan en zeggen, hey, mag je die hebben? Als je niet lui bent, leuk vindt om te maken, dan kun je gewoon naar mijn andere video gaan kijken. En daar leer ik jou gewoon helemaal goed om te maken. Maar dat is een beetje voor leukere mensen. Niet lui mensen als ik nu. Nou, ga beginnen. Ja, ik begin natuurlijk met het vlees te snijden en marineren. Ik ga die vlees wat een kleinere plakjes te snijden. Die moet zometeen wel tussen al die eieren doen. Dus wat kleinere stuk lijkt me fijner. Dingen die ik lekker vind, lekker veel erin stoppen. En nu vlees marineren. Met... Wacht even, is dit de zout of... Oh nee, verkeerd. Zout, peper en een beetje vetting. En rijstwijn. Goed mixen. Zo lang knijpen dat de rijstwijn helemaal ingaat naar de vlees. Dat er niet meer overblijft. En daarnaast ga ik dan aardappelzetmeel erbij doen. Nou, die zit ook helemaal erin al. En nu olie eroverheen. En dat is meer voor vocht die we nu hebben in het vlees. Binnen laten zitten. Dus eigenlijk buitenkant van het vlees wordt afgesloten met olie. Daar komt niks meer uit. En dan blijft het lekker sappige vlees. Hier is die. Nou, klaar. En nu gaan we de ei kloppen. 1, 2, 3, 4, 5. En met ei klop je met een beetje zout en peper. Champignons in plakjes en die doe je erbij en die worteltjes doe je ook erbij, wortel en bamboe, hè? En dan doen we ook prei erbij, dan heb je toch zo'n idee dat je ei met wat groenten erin zit te eten. Ik moet eerst even die vlees garen maken en dat doe ik gewoon met een olie. Ik heb hier een frituurpan en als ik de vlees in olie doe, door de hoge temperatuur gaat die heel snel garen worden. En dan verlies je zo min mogelijk de vocht en dan blijft het lekker sappig. Vlees in olie doen. Het is heel snel gaar. Als die helemaal wit wordt, dan kun je uithalen. Ik heb zeef erbij gehaald. Dat is om als ik naar de vlees uit olie ga, dat die nou kunnen uitlekken. Ik heb het vlees natuurlijk ook heel dun gesneden en dan is het extra snelle garen. Klaar is die.
doe ik gewoon hier erin. Die olie hoef je niet elke keer weg te gooien. Ik kan heel lang gebruiken. En de andere pan. Voor fiumhei te maken. En ik ga nu ook deze pan aanzetten. Want ik ga die zelfs opwarmen. Een heel klein beetje olie erin. Zodat niet de saus die in doet gelijk aanplakken. Ik heb een beetje water bij gedaan. Want tijdens koken verdampt een beetje water. Wel alles gebruiken. Het is uiteraard toch een super lekkere saus. Nou, die laten we nu rustig sudderen. Nou, olie erin. Voor fiumhei bakken heb je eigenlijk best wel veel olie nodig. Want de ei neemt heel veel olie op. Dus je moet iets meer dan normaal doen. En ei mix erin. Als het niet aanplakt, dan is het goed. Gaat de goede kant op. Doe ik ook gelijk de vlees bij. Dit wordt een fiumhei van twee personen, weet ik nu al. Beide kanten een beetje bruinachtig uitzien is al goed, want alle groenten, champignon kun je ook al rauw eten. En die andere is ook al gekookt. Vleesje is ook al gaar. Zo, is die mooi of is die mooi? Saus even snel laten koken, want hier ben ik eigenlijk al klaar. Ik ga nog een klein beetje rijstwijn erbij doen. Het is net iets extra's. Zo, saus bloedt het goed. Ik heb een klein stukje afgesneden en dan gewoon in het midden doen. Die moet er mooi uitzien. Zo doe je. Kijk. En nog wat extra vlees ernaast. Ik doe een beetje de saus overheen. Je kan het thuis natuurlijk zelf weten. En dan zie je hoe die eruit ziet. Als je nou bij snees gaat halen, dan krijg je natuurlijk wel saus eroverheen. Maar omdat je nu zelf maakt, kun je gewoon zelf weten. Ik doe de helft met en de helft zonder. Hier is die. Fiumhei met varkensvlees. Eet smakelijk! Tot de volgende keer. Dag. Fijn dat je kijkt naar mijn video's. Dit zijn de originele recepten en je kan ze nergens anders krijgen. Door de recepten te kopen in mijn receptshop help je mij mee om dit YouTube kanaal mogelijk te maken. Wij kunnen het niet doen zonder jouw bijdrage. Vergeet niet, aanschaf van de recepten verplicht je niet tot het bereiden van maaltijden.